De Stichting Bosbeheer in Bosterzicht zal met bedrijven in de houtsector in overleg treden over de opkoop van houtblokken die mogelijk een illegale status kunnen hebben. Gisteren belegde de organisatie een persconferentie waarbij de media is geïnformeerd over misstanden in de houtsector. Directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, Ruben Ravenberg, zegt dat er zal worden opgetreden conform de boswet als leveranciers of andere belanghebbenden regels overtreden. Wat we moeten overdragen voor OM gaat naar OM. Dat is buiten ons om. Dus als we je pakken, sorry. Maar net wat we zeggen, als je geen markt hebt, kan je niet smokkelen. Dus wij gaan dan met onze collega bedrijven dan zitten. En al is het bij de opkoop dat men assistentie nodig heeft van SBB, om te weten dat ze illegaal gewonnen hout kopen, gaan we samen met ze voor ze checken. Maar wij hebben al een lijst bijvoorbeeld, een paar punten samengesteld waaraan men bij het opkopen van die bruinhoutpalen moet letten. Aan wat het moet voldoen. En dan weet je dat het zeker geen smokkel is. Maar als men dan toch assistentie nodig heeft van de SBB, dat we dan die verlenen. Gisteren zei de SBB-directie dat ongeveer 6000 houtblokken tegen de regels in zijn gelegaliseerd. Ravenberg benadrukt dat er nu gewerkt zal worden aan het dwingen van leveranciers om volgens de regels te werken. Dat dwing je dan die leverancier om toch wel legaal bezig te zijn. Maar het moment dat je ze dan, je probeert ze de pas af te snijden, dat er geen afname is. Je zit dan met je illegale hout, dan heb je een probleem. Dus dat willen we wel. Ravenberg geeft verder aan dat er gewerkt wordt aan het ordenen van de bos- en houtsector. Het zal niet langer geaccepteerd worden dat de staat in de maling wordt genomen.